wetenschappelijk onderbouwd is en wetenschappelijk onderzocht is en kunnen zeggen dit werkt. Welkom Sterke Broeders bij weer een nieuwe video en vandaag hebben wij de vraag van Sam Hosman. En de beste Sam die vraagt, kun je een keer uitleggen wat het nut is van creatine, want op internet staan allemaal verschillende dingen. Beste Sam, dat kan ik voor jou doen. Als we het hebben over creatine. Creatine, laat ik het anders beginnen. Ons lichaam gebruikt een bepaalde stof om onze spieren te kunnen bewegen. Net zoals dan een auto benzine nodig heeft, heeft het lichaam een verbrandingsmotor nodig om spieren te kunnen laten bewegen. Dit wordt vergeleken met een batterijtje. Deze stof noemen we ATP, adenosine trifosfaat. Dat noem je een volle batterij. Je lichaam verbruikt deze energie natuurlijk, vooral als je zwaar bankdrukt, squat, etc. En langzamerhand wordt die ATP, wordt ADP. Oftewel, we gaan van een volle batterij naar een lege batterij, want we gebruiken een juist gewicht met een juiste inspanning. Dus die batterij die raakt leeg. Wanneer je aan krachttraining doet, is dit ongeveer bij 4 tot 5 seconden, dan is dit op. Om van ADP weer ATP te maken, oftewel een lege batterij weer aan te vullen, hebben wij creatine nodig. Creatine wordt opgeslagen rond de celwand. En creatine is dus niks meer dan een lichaams-eigen stof. Het zit al in je lichaam. Dus je lichaam verbrandt creatine, vult de ADP tot ATP en dan kun je weer doortrainen. Is dit oneindig? Nee. Creatine geeft ongeveer een boost van 20 seconden. Dit is 5, dit is 20 seconden. Dus na ongeveer 25 seconden serieuze spierspanning krijg je melkzuur. Krijg je die verzuring die iedereen wel kent. Hoe, is een beetje buiten de scope van deze video, maar hoe komt dat? Je creatine wordt verbrand. Het afvalproduct van creatine is melkzuur. Je lichaam geeft een signaaltje af. Oké, mijn lichaam wordt beschadigd. We willen dit niet al te erg laten beschadigen. Dus we brengen onszelf in veiligheid. We laten melkzuur achter. We gaan lekker verzuren. Je kunt niet doortrainen. Je kunt niet meer herhalingen maken. Dus samenvat, creatine vult gewoon een volle batterij. Vult een lege batterij weer aan tot een volle batterij. Als wij creatine toevoegen aan het lichaam, ongeveer 5 tot 10 gram per dag, dit heeft de beste resultaten, dan kun je begrijpen dat je het misschien iets langer als die 20 seconden volhoudt. Het zullen geen 40 seconden maar worden, maar misschien net 1, misschien heel misschien 2 herhalingen meer. En daar wordt het interessant, want heel veel mensen die zeggen, ja, ik gebruik creatine en vervolgens moet ik weer om veiligheidsredenen een maandje stoppen of 3 maanden stoppen. Daar ga ik geen uitspraak over doen. Kijk lekker wat er op je product staat. Hou dat aan. Dus ik word, noem maar iets, iemand kan 100 kilo squatten en dan ga ik creatine gebruiken. En dan kan hij misschien 105 of 110 kilo squatten. En vervolgens stopt hij met creatine. En dan is het, ja, met creatine kan ik zoveel, zonder creatine kan ik zoveel. Het heeft helemaal geen nut. Of je bent een bodybuilder en je krijgt wat meer spiermassa, maar als ik stop met creatine, dan neemt die spiermassa toch weer af. En daar ben ik het dus niet mee eens. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Iedereen weet nu inmiddels dat als je aan krachttraining doet, je spieren wilt beschadigen als je meer spiermassa wilt kweken. En als je specifiek aan krachttraining doet en je wilt sterker worden, wil je meer spiervezels kunnen aanspreken. Als ik een bodybuilder ben en ik squat met 100 kilo, dan kan ik een x aantal spieren beschadigen. Maar als ik nou weer met die 100 kilo ga squatten en ik heb wel een creatineproduct ingenomen en ik kan 1, misschien 2 halingen meer maken, voel je hem aankomen, kan ik natuurlijk meer spiervezels beschadigen. En des te meer beschadiging er is in het lichaam, des te meer het moet herstellen. Des te meer het moet herstellen, des te groter je wordt. En als je daarna stopt met creatine, dan heb je nog steeds profijt gehad
van die periode dat je meer spiervezels aan hebt kunnen spreken. Dan wil ik nog wat vertellen over de verschillende soorten creatine. Die ken ik niet uit mijn hoofd, dus de magic trick. Dit achter mij zijn 5 soorten creatine. Creatine monohydraat, creatine ethylester, creatine creatine, creatine nitraat en HCL creatine. Waar het mij om gaat, jullie weten dat ik op dit kanaal aan geen bullshit doe. Creatine monohydraat. Waarschijnlijk degene die je thuis hebt. Waarschijnlijk degene die je overal ziet. Waarschijnlijk degene die het meest tegenkomt. Waarom? Omdat creatine monohydraat als enige van al deze 5 wetenschappelijk onderbouwd is en wetenschappelijk onderzocht is. En kunnen zeggen, dit werkt. Nou ja, ethylester, acolyne, nitraat, HCL, die beweren allemaal, mijn product is beter dan monohydraat. Ja, natuurlijk, iedereen beweert dat zijn product het beste product is, omdat ze dat vanzelfsprekend willen verkopen. Nu wil ik niet zeggen dat ze niet, helemaal niet werken, want er zijn simpelweg nog niet genoeg studies naar. Sommige studies zeggen van wel, andere studies zeggen van niet. Hoe dan ook, het is gewoon niet duidelijk. Dus als je een creatine koopt, begin met monohydraat. En waarom zeg ik begin? Omdat, misschien heb je het zelf al ondervonden, ongeveer plus minus 20-30% van de bevolking, die heeft zoveel creatine in zich, die kunnen eigenlijk die 1-2 halingen extra, die kunnen ze al maken. En het extra toevoegen, die 5 tot 10 gram per dag extra toevoegen, heeft voor die personen simpelweg gewoon geen nut. Maar het kan ook zijn dat je lichaam deze stof niet binnen wilt krijgen, is niet helemaal de juiste vorm, maar in principe niet goed op kan nemen. Of je het op verkeerde tijdstip inneemt, et cetera. Dat je lichaam denkt van, oké, we nemen dit niet in, we hebben er geen zin in. Kijk, dan, als jij bij die 30% hoort, dat je het gevoel hebt dat het niet werkt, dan zou je kunnen zeggen, oké, nou, ik switch bijvoorbeeld naar een ander product. Ik ga niks aanraden, want ik ben hier geen kanaal om dingen te verkopen. Het laatste wat ik hierover kwijt wil, is hoe ik creatine gebruik, hoe jij het kan gebruiken. Als jij iemand bent die aan spiermassa gainen doet, als jij een bodybuilder bent, dan zou je kunnen zeggen, oké, ik gebruik creatine voor een maand of 3, ik gebruik 1-2 maanden rust zoals op de verpakking staat, en daarna neem ik door, want ik wil er gewoon groter uitzien. En je kunt natuurlijk een beetje denken van, in de zomer stop ik er even mee, want het houdt vocht vast, et cetera. Allemaal vrij eigen keus, ga ik niet over beslissen. Maar als je net zoals mij aan powerliften doet of je wilt specifiek sterker worden, dan vertel ik hoe ik het gebruik. Ik, ongeveer 4 maanden geleden, squat ik 170 kilo, was voor mij op dat moment mijn max. Voordat ik met die 170 kilo begon, ik was lekker met 140, 150 bezig. En dan begin je te merken, oké, dit is voor mij zwaar, het is best heavy. Ik krijg er moeite mee. Je gaat natuurlijk eerst zorgen, slaap, training, alles moet natuurlijk op orde zijn, voeding. En als laatste komen die kleine procentjes die het gaan doen, die kleine producten die het gaan doen. En dan begin ik met creatine. 1-2 maanden voordat ik naar mijn max toewerk, voordat ik voel van, je kan daar een redelijke inschatting van maken, dat ik voel van, oké, nu wordt het echt te zwaar, dan ga ik het innemen. Merendeel op alle creatineverpakkingen staat eigenlijk, je hebt plus minus 2 weken de tijd nodig voordat het product echt gaat werken. Dus ik begin een maand tot 2 maanden van tevoren. Daarna train ik. En ik blijf het gewoon zo lang innemen, totdat ik echt piek, mijn PR probeer, mijn max. En daarna heb ik dat geprobeerd. Heb ik mijn lichaam te ernstig beschadigd. Ga ik even een rustperiode in, zodat ik ook weer kan herstellen. Stop ik met het creatine, herstel ik weer. En daarna kun je natuurlijk weer aan geheel eigen planning instellen. Je geheel eigen planning aanhouden over hoe je dit product verder gaat gebruiken. Dat was het. En ik hoop dat er meer vragen komen, want ik vind ze fantastisch om te beantwoorden. Dit was Raymond. Total Strength. Ignite your fire and grow stronger.